En welkom terug bij weer een motiverende schoonmaakvideo. In deze video zet ik mijn Billy boekenkasten in elkaar. Ik had rechts in de woonkamer namelijk nog een hoek vrij, maar de kast was lang niet op voorraad bij de IKEA in mijn buurt. Maar ik heb hem eindelijk kunnen ophalen en ben ik hem in elkaar aan het zetten. Ik heb zometeen ook even een timelapse opgenomen van de tweede kast die ik in elkaar zet. En nadat ik deze in elkaar heb gezet en heb ingeruimd, heb ik ook nog een relaxe avondschoonmaakroutine toegevoegd. Met wat rustigere muziek, omdat ik begreep dat sommigen dat fijner vonden. Dus ik hoop dat deze video jullie weer heel veel motivatie geeft. Na een IKEA-meubel in elkaar te hebben gezet, heb je altijd heel veel dozen. Dus je brengt gelijk naar buiten waar de oude papieropslag is. Ik ben heel erg blij hoe de kast eruit ziet in de woonkamer. Ik vind het daardoor nog wat groter ogen en ik kan er heel veel spullen in kwijt. Doordat de kassen niet te diep zijn, zorgt het ervoor dat het er niet heel vol uitziet. Eerst had ik al onze alcohol en glazen in de keuken staan, maar ik vond dat toch niet zo handig. Het was altijd heel hoog en lastig te bereiken. En in deze nieuwe keuken heb ik ook wat minder planken. Dus ik dacht, het is perfect om zoiets in deze kast te zetten. Je ziet straks heel veel flessen alcohol. Dat hebben we gedurende de jaren opgespaard. Dus het is niet zo dat we elke dag een feestje hebben. En zoiets als alcohol blijft toch heel lang goed. Ik vind het echt heel fijn dat ik dit soort glazen nu gewoon rechtop kan zetten. In de vorige keuken lagen ze op een plank en dat vond ik toch altijd een beetje risky, omdat ik bang was dat ik ze kapot maakte. Want dit soort glazen zijn natuurlijk wel een stuk gevoeliger. Ook zet ik borden erin die we niet heel vaak gebruiken. Ik gebruik deze borden meestal om sushi op te maken, maar ik vind het dan niet nodig om ze echt in mijn keuken te bewaren. In deze kast is het prima. Ik zet ze later wel nog een plank naar beneden. Ook wilde ik heel graag het kattenvoer van de vensterbank af hebben en het past echt perfect in deze kast. Doordat een van onze katten Jena diabetes heeft, mag ze maar 2 keer per dag eten en het is best wel zielig als ze dan steeds dat bakje voer daar ziet staan. Dus nu zit het gewoon in deze kast en komt ze er ook niet bij. Het is natuurlijk officieel een boekenkast, maar we hebben niet heel veel boeken. Maar ik vind het toch leuk om er een aantal in te zetten om ook wat meer kleur aan de kast te geven. Hoewel deze boeken voornamelijk zwart en beige zijn. Ik ben overigens nog niet helemaal uit over de indeling hoe ik hem wil hebben. Ik laat jullie ook straks 3 opties zien. Mijn vriend vindt het namelijk leuk om de drank in het zicht te hebben en ik heb hem eigenlijk liever uit het zicht. Maar ook die flessen geven natuurlijk wel wat meer kleur aan de kast.
En ik kan het natuurlijk altijd anders indelen als ik dat wil. Ook is dit een ideale plek voor mijn vazen, zodat ik deze ook makkelijk kan pakken mocht ik een boeket kopen of krijgen. Als laatste zet ik nog de blikjes tonijn erin en daarnaast kunnen dan de voerbakjes. Dit is dus het resultaat van deze avond. Ik film de rest de volgende avond en dan zul je zien dat ik hem ook weer anders ga indelen. Meestal ziet ons huis in de avond ongeveer zo uit, en vooral na het koken natuurlijk. En ik vind het altijd fijn om, voordat ik na een werkdag op de bank ga liggen, het huis gewoon weer netjes maak. Dit is ook veel fijner als je de volgende ochtend beneden komt en het huis is gewoon helemaal netjes. Mochten jullie je afvragen hoe het met mijn keuken staat, deel 2 laat helaas nog even op zich wachten. Mijn vader heeft het op dit moment heel druk, dus hij heeft weinig tijd om onze keuken af te maken. Op zich vind ik dat niet heel erg, want hij is natuurlijk wel gewoon te gebruiken. Streven is om de keuken voor de kerstmis helemaal af te hebben. Zoals ik al zei, ga ik het nog een beetje anders indelen. Ik dacht dat het misschien leuk was om die daar te zetten en dan kan ik gelijk testen hoe ik het vind staan met de alcohol in het zicht. Overigens, in het witte bakje links van de borden zitten nog keukenspullen die ik niet vaak gebruik, zoals ook een kurkentrekker, zo'n pizzaroller en een blikopener. Ik geef jullie nu 3 opties hoe de kassen eruit zien. Laat me vooral weten in de reacties wat jij de mooiste optie vindt. Ik vind het allemaal wel iets hebben, maar mocht je toevallig nog andere goede ideeën hebben wat ik erin kan zetten, laat het vooral weten. Nadat de woonkamer netjes is, ga ik altijd verder met de keuken. Ik haal altijd eerst alles van de tafel af, zet het op het aanrecht en daarna doe ik het bijvoorbeeld gelijk in de vaatwasser of terug in de kastjes. Voor mij werkt dit beter dan dat ik steeds met 1 item naar de plek loop waar het moet en er vervolgens achter kom dat er nog meer dingen naartoe moeten. Op deze manier heb ik in ieder geval 1 plek helemaal schoon, in dit geval de tafel, en kan ik alles in 1 keer naar de juiste plek brengen. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? Ik zorg er altijd voor dat we in de ochtend de vaatwasser leegmaken en dan gedurende de dag alles gelijk erin kunnen zetten. Ik vul dit dan aan met de vaat die we tijdens het avondeten hebben gemaakt en vervolgens laat ik hem 's nachts draaien en kan ik hem in de ochtend natuurlijk weer leeghalen. Dit voorkomt dat er altijd borden en kopjes op het aanrecht staan. Zeker omdat we niet zo'n groot aanrecht of werkblad hebben, staan in ieder geval niet altijd ook kopjes en borden in de weg. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Producten die ik open heb, doe ik altijd in deze koelkast, zodat ik weet dat ik dat snel op moet maken. En sausen die we niet vaak gebruiken, zoals de knoflooksaus, die zet ik in deze koelkast. Verder was ik mijn pannen met de hand af. Ze mogen volgens de verpakking in de vaatwasser, maar ik merk dat het toch de anti-aanbaklaag aantast. Dus ik was ze altijd even met de hand af,
is zo gebeurd en dan staat de vaatwasser ook niet meteen vol met pannen. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Ja, er lagen nog vieze theedoeken en een doekje dat er al te lang lag. Dus dat leg ik in het mandje om gewassen te worden. Het beste kun je deze eigenlijk laten drogen als het niet gelijk was. Maar ik wist dat ik de ochtend daarna deze was ging aanzetten. Wanneer je namelijk natte handdoeken of doekjes heel lang in de wasmand laat zitten, gaat het echt heel erg stinken. Dus dat is nog een tip, mocht je bijvoorbeeld maar één keer per week je handdoeken wassen, laat ze dan drogen voordat je ze in de wasmand gooit. Ik gebruik momenteel voor de keuken en de keukentafel de Jaws keukenreiniger. Op dagen dat ik niet film ben ik de Marshall's Green Soap aan het testen en van zeepje, dat gaf ook iemand aan of ik die wilde uittesten. Dus dat ben ik op dit moment aan het doen en binnenkort mogen jullie ook een video verwachten over mijn favoriete schoonmaakproducten, die allemaal ecologisch zijn natuurlijk. Ik vind het nu in de herfst heel gezellig om het 's avonds kaarsjes aan te maken. Overigens doet mijn vriend ook vaker de keuken schoonmaken. Het ligt er bij ons eigenlijk eraan wie kookt. Wie kookt die hoeft meestal niet op te ruimen en andersom. Het ligt eraan of ik moet stofzuigen, maar ik had het gisteren heel laat gedaan en daardoor was het eigenlijk nog niet nodig. Maar stofzuigen doe ik normaliter elke dag of in dit geval om de dag. Ik ga natuurlijk geen schoon huis stofzuigen, want dat is een beetje onzinnig. Soms laat ik het hierbij, want het huis is natuurlijk schoon. Maar in dit geval wilde ik nog even een was wegvouwen. En aangezien ik dat toch altijd voor de tv doe, vind ik het altijd wel lekker om dat in de avond te doen. Het voelt voor mij wel een beetje ontspannend. Ik ben benieuwd of jullie ook een huishoudelijke taak hebben waar jullie een beetje rustig van worden, relaxed van worden. Ik vind het heel erg gezellig om met jullie te kletsen in de comments. Dus mijn avond schoonmaakroutine bestaat vooral uit de woonkamer opruimen, de keuken opruimen en schoonmaken, eventueel stofzuigen als nodig en eventueel nog een ander huishoudelijk taakje. Het kost me ongeveer een kwartier tot een half uur, dus dat valt best wel mee. Dan heb je echt nog wel heel lang van je avond. Zeker nu we zoveel thuis werken, normaliter was het mijn reistijd en die stop ik nu in het huishouden. Dit is de kast overigens in daglicht. Ik vind het heel mooi bij mijn andere meubels staan. Ik hoop dat jullie weer veel motivatie hebben gekregen. Laat me vooral weten welke optie van de Billykast jullie het mooiste vinden. Als je mijn video's leuk vindt en je wilt ze niet missen, abonneer dan op mijn kanaal. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!